Sepp en zijn vrienden leren tijdens zijn kinderfeestje wat graffiti precies inhoudt. Het is iets wat vaak wordt gezien als vervuiling of vandalisme op straat. Maar wij willen laten zien als professionele graffiti-spuiter dat het echt een kunstvorm is. En dat echte graffiti-spuiters niet op iemand andermans schuur spuiten, op een huis of andermans spullen. En dus wij proberen echt de kinderen ook wat te leren over graffiti, dus als kunstvorm, maar ook echt respect hebben voor andermans spullen. Dus normen en waarden. Tijdens een presentatie wordt dit aan Sepp en zijn vrienden uitgelegd. Gelukkig begrijpen ze ook wel dat het niet mag. Graffiti is wel heel illegaal, vind ik. Ja? Hoezo vind je dat? Omdat je op andermans spullen gaat iets gaat doen. Oh, ik snap op zich wel dat het niet mag, want het is natuurlijk wel dat je gewoon op andermans spullen, zeg maar, gewoon, ja, betekent. Dus ik snap wel dat er speciale plekken zijn waarop je het wel mag doen, want anders dan wordt er nog steeds heel veel op andere gebouwen zo getekend. Ook leren ze de verschillende technieken van graffiti. Zo leren ze wat tags en pieces zijn en leren ze verschillende spuittechnieken. Nou, een tag is zeg maar dat je een soort van handtekening op de muur zet en een piece is een soort van je naam op de muur als je promotie. Als je lijntjes wilt trekken, dan moet je dichtbij en supersnel. En om in te kleuren moet je afstand en ook gewoon supersnel. Eerst de laag beginnen, je moet zeg maar steeds opbouwen. Dat is dan krijg je een mooi piece. Je mag maar op een paar plekken in Nederland legaal graffiti spuiten. Onder andere in Amsterdam. Maar of Sepp en Britt en Maxime nog een keer terug zullen komen? Denk het wel. Ja, ik denk het wel. Want het is natuurlijk wel echt leuk. Want dan kun je echt ook op een muur spuiten. Dit is natuurlijk ook echt heel leuk. Dat ze echt helpen en zo. Maar ja, het lijkt me wel echt heel gaaf om het ook hier zelf te doen. Ja. Als het kinderfeestje is afgelopen, mogen Sepp en zijn vrienden nu hun eigen tag achterlaten op een muur. Met z'n allen gaan ze er nog even voor zitten en natuurlijk lachen voor de foto. Yeah.